specials. Het is vast heel eenzaam in mijn schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug. Want zo ben je. Jij in het donker, ik in het licht. Dus krijg ik altijd de volle aandacht. En jij hebt de zorg en alle pijn. Jouw mooi gezicht bleef anoniem, al die tijd. Mijn waarheid in al die schone schijn. Maar weet je dan niet dat jij mij kracht geeft? Mijn zon in mijn hemelsblauwe lucht. En jij bent degene die alle macht heeft. Want jij bent de vleugels van mijn vlucht. Waarschijnlijk heeft niemand in de gaten hoe jij met me meereist in mijn hart. Hoeveel ik werkelijk van je hou. Want dat doe ik. Ik zou niet meer kunnen zonder jou. Want weet je dan niet dat jij mij kracht geeft? Mijn zon in mijn helderblauwe lucht. En jij bent degene die alle macht heeft. Want jij bent de vleugels van mijn vlucht. Maar weet je dan niet dat jij mij kracht geeft? Mijn zon in mijn hemelsblauwe lucht. En jij bent degene die alle macht heeft. Want jij bent de vleugels van mijn vlucht. Me vroeg. En of ik had gedronken, en ik dacht net genoeg. Maar soms zijn er van die feestjes, dan zeg je toch geen nee. Maar ze draaiden daar een nummer, en dan drink je vrolijk mee. Ze zongen na 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 na, en daarna moest hij leeg. In één keer naar binnen, tot ik een nieuwe kreeg. Het leven is te kort om nuchter te blijven. Dat zei mijn opa vroeger al, en mijn opa had gelijk. Te kort om nuchter te blijven. En dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijk. Na 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 na. Zo'n liedje, dat spookt je door je hoofd. En die tijdens het slapen je van je rust rooft. Een dag of zeven later, toen ging ik weer op stap. Was Atje nou een kroeg of gewoon een goede grap? Ik hoorde na 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 en iedereen zong mee. Zou Atje daar nou binnen zijn? Ik had echt geen idee. Het leven
leven is te kort om nuchter te blijven. Dat zei mijn opa vroeger al en mijn opa had gelijk. Het leven is te kort om nuchter te blijven. En dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijk. Het leven is te kort om nuchter te blijven. Dat zei mijn opa vroeger al en mijn opa had gelijk. Het leven is te kort om nuchter te blijven. En dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijk. En we zongen na 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 na. Adje voor de sfeer, voor de sfeer. Adje voor de sfeer. Na 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 na. Adje voor de sfeer, voor de sfeer. Adje voor de sfeer. Na 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 na. Adje voor de sfeer, voor de sfeer. Adje voor de sfeer. Na 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 na. Adje voor de sfeer, voor de sfeer. Adje voor de sfeer. Adje voor de sfeer. René Kast, Adje voor de sfeer. Ja, die nemen we zo meteen natuurlijk als deze uitzending voorbij is. Ja, en ik zit hier nog steeds met Elisa. Ja, gezellig hè? Waar gaan we het nu over hebben? Nou ja, ik wil even een shout-out aan Martijn doen. Martijn, ik ga je terugvolgen. Hartstikke leuk. wat gaan we nog meer doen? Nou, we gaan het hebben over, denk ik, mooie muziek. Ik had een aantal verzoekjes naar je gestuurd. Overigens, die eerdere van René Karst. Dat was een verzoekje van mij. Dat was wel heel grappig. Want ik had net daarvoor gezegd dat ik van die emotionele liedjes aanvroeg. En toen kwam die voorbij. Af en toe, als zelfstandig ondernemer / muzikant, moet je echt wel bergen beklimmen om te komen waar je wil komen. En dat is helemaal niet erg, want dat heb je er met alle liefde voor over. Maar dan krijg je dus ook heel veel kritiek over je heen. En dat mensen zeggen, ja, ik vind het heel leuk, maar misschien moet je het zo doen of moet je het zo doen. En soms ben je dan helemaal klaar met wat andere mensen vinden van wat jij aan het doen bent. En ik kan de laatste jaren wat meer zeggen, dat interesseert me echt geen ene reet. Dus toen kwam ik dit liedje tegen van René Karst. En ik moest daar zo hard om lachen. Toen dacht ik, ja, het is ook zo. Weet je, we maken ons soms zo druk om bepaalde dingen. En dan luisteren we net naar het nieuws. En dan komt het ene moment dat er in de Gazastrook een ziekenhuis is omsingeld. En dat er een baby en een meneer zijn overleden. En vervolgens is het volgende berichtje dat om 11:11 het carnaval werd ingeluid met en tijd voor een biertje. Ja. En dat is dan zo'n contrast. Maar ja, zo zit de wereld ook in elkaar. Het moet ook contrast zijn. Alleen soms is het fijn als dat ietsje minder in de extreme ligt, zeg maar. En voor om dan even terug naar mezelf. Voor dat interesseert me echt geen reet. Ik ben altijd juist heel erg meelevend. En juist altijd heel erg. Ik vind het altijd belangrijk dat iedereen naar het zijn zin heeft. En ik hoop altijd dat zoveel mogelijk mensen mijn liedjes mooi vinden. En aan de andere kant maak ik het vooral toch ook voor mezelf. En hoop ik dat uiteindelijk meer mensen het met me eens zijn. Maar ja, soms is het ook wel even heel lekker om tegen alle mensen die vroeger zeiden, nou, dat kan jij niet, Elisa. Weet je? Dan komt dit liedje van René Karst bij mij naar boven. En dan denk ik, hey, ik doe gewoon wel lekker wat ik leuk vind om te doen. Dus ja. Ik heb hier een nummer van Frans Halsema. Ja, ook al zo'n mooie. Ja, ik zing al heel lang. En ik zing al heel lang professioneel op allerlei feesten en partijen. En toen kreeg ik op een gegeven moment dit liedje als verzoekplaatje om te zingen bij het binnenkomst van de bruid. En ja, dat vind ik zo'n prachtig beeldend liedje ook weer. En ik heb daar wel mijn eigen versie van gemaakt. Want ik val toch echt op mannen. Dus ik heb ervan gemaakt voor hem. ja, maar het zet zo'n sfeer. En ik ben eigenlijk helemaal niet zo van de Nederlandstalige muziek. Ik vind een hele hoop Nederlandstalige muziek heel erg, maar vind ik helemaal niks. Maar er zijn een aantal van die pareltjes en dit vind ik echt zo'n pareltje. Dus daarom heb ik deze op de lijst gezet. Bernardo, welkom in de uitzending. Een hele goede middag. Ja, ik denk gewoon niks. Daar ben ik. Ja. Ik hoor je heel slecht. Heel slecht? Heel zacht. Oeh.
Even kijken of het zo beter. Ja? Ja, zo hoor ik je beter. Oké. Een hele goede middag. Ja, een hele goede middag. ja, je bent jouw carrière begonnen als drummer van een band, hè? Ja, dat klopt. In IJmuiden. In IJmuiden? Vroeger heb ik daar mijn eerste klusje gedaan met een bandje. En dat was ook gelijk het kroegje waar ze naar me toe kwamen van... joh, kunnen we jou niet boeken zonder bandje? En dat is eigenlijk het moment geweest dat ik heb gekozen om verder te gaan als zanger zijn. En dat is inmiddels 25 jaar geleden. Dat is wel een hele tijd, ja. Dat is een hele poos, ja. Ja. Waar was dat? Was het het Witte Theater of... Nee, dat was echt een cafeetje in de haven. Dat heette toen de tijd heette dat De Logger. Oh, ja. Daar is ze nog steeds. Ja, dat klopt. Later is het is dat veranderd. Heeft het een andere naam gekregen nog? Ja, dat klopt, ja. 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 En ja, in 2019 ben jij benaderd door Frank van Etten. Ja, dat kwam eigenlijk door een filmpje wat ik op TikTok had geplaatst. En dat was een filmpje wat ik thuis opgenomen had van Huisje op Wielen. En nog geen 24 uur later ging de telefoon. En toen dacht ik eigenlijk dat hij belde om te zeggen van dat hij offline gehaald moest worden. Tegendeel bleek waar. Hij bood me een contract aan om eigen singles te maken samen met Frank. Met Frank van Etten. En daar zijn eigenlijk de eerste drie singles... voor mij eigenlijk geboren bij Frank van Etten. Ja, dat was Je Loog en Bedroog. Ik Hou Je Vast en Om Klokslag 9:30. Ja. Ja, en tegenwoordig werk je met Frank Verkooyen van de Boom Music Studio. Ja. Alle boeken die ik aanneem, gaat allemaal via mezelf. Dan hou ik het lijntje, hou ik het kosten en dan kan ik zelf ook het beste de agenda in de gaten houden. En maar de producties die we tegenwoordig maken, dat gaat allemaal bij Frank Verkooyen. Ja, dat is een studio waar ik voel dat ik gewoon lekker op mijn plek zit. En de neuzen staan dezelfde kant op. We hebben dezelfde ideeën qua muziek. En dat werkt gewoon heel fijn. Ja, en de optredens die gaan ook goed natuurlijk. Gelukkig wel. Ik ben een gelukkig mens. Ja, ik heb toevallig een aantal weken geleden alle thuiswedstrijden gekregen van Telstar. Dus ik sta ook alle thuiswedstrijden in het stadion. Dus dat zijn leuke klussen. Ja. Dus je komt nog wel veel in de Muiden dan? Ik ben Zover is het niet natuurlijk, want je woont in Haarlem. Dat wou ik zeggen. Het is eigenlijk een beetje een thuiswedstrijdje aan de Muiden van mij, want ik kom zelf uit Haarlem. Dus ja, als ik bij mij in de auto stap, dan binnen 10 minuten zit ik in de Muiden. Ja, en jouw nieuwe single, Kom Nou Alice. Ja, dat is weer een koffer van Willem Duin. Een koffertje van Willem Duin, ja. Eigenlijk een onwurmpie. Die kwam ook uit Haarlem. Ja, dat klopt. Ja, het is... Het is zelfs nog de overbuurman geweest van mijn vrouw. Dus ja, ik kon het liedje al heel lang. En ik liep al heel lang met de gedachte ook om het liedje te gaan coveren. 11 jaar minimaal. En ik heb dat toen de tijd ook bij Frank van Etten, bij Arie Kuipers en Fokko Dam van de Zware Jongens. Heb ik dat balletje ook opgegooid. En die zeiden van, nou, dat zou ik niet doen. Nou ja, dit jaar had ik de eerste single gemaakt samen met Frank Verkooyen. Dat was Mensen om me heen. En vervolgens gooide ik het balletje op voor Kom Nou Alice. Ja, en ik gooide het balletje op en Frank Verkooyen sloeg er een homerun mee. Laat ik het zo zeggen. Dus wat dat er gaat, ben ik een blij man. Ben ik een gezegend mens dat hij zo opgepakt wordt en dat het publiek zo goed op reageert. Ja, ik vind het wel leuk. Gelukkig. Ik vind hem wel leuk. Hij is leuk geworden. Dankjewel. Ja, het begin wilde ik zo dicht mogelijk bij het origineel laten, omdat dat gewoon heel herkenbaar was. En ja, zo gauw de refrein begint, had ik zoiets van, ja, dan moet dat feest worden ook. Ja. En dat is aardig gelukt. Dat is aardig gelukt. En als je ook de reacties die ik op krijg, het is... ik leef de afgelopen 3-4 weken leef ik mijn droom. ik ga hem draaien, want je bent vandaag de promoschijf. Dankjewel. Oh, wat gaaf. Ja.
Hey Bernardo, bedankt voor dit telefonisch interview op deze zaterdagmiddag en tot de volgende keer. Graag gedaan. En ik wil sowieso alle luisteraars heel veel plezier wensen met mijn nieuwe single. Kom nou, Alice. Ja, we gaan hem draaien. Dankjewel. Hey. Hoi. Hoi. Dit is de promoschijf. Promoschijf. Op een dag gaan wij op reis. Het is een stevig ritje, maar in 5 uur zit je in het hartje van Parijs. Vlakbij Saint-Michel weet ik een klein hotel waarvan alles kan. Vanuit het achterraam zie je de Notre-Dame. Hey Alice, wat zeg je ervan? Nieuwste single van Bernardo. Kom nou, Alice. Ja, en we zitten hier nog steeds met Elisa. We hebben nog een half uur. Gezellig. Ja. Ik ben er nog steeds. Ja. Ja, we hebben nog 2 verzoeknummers van jou. Rob de Nijs. Oh ja. De reiziger. Ja, toen ik vroeger klein was, toen was Rob de Nijs het eerste Nederlandstalige wat ik thuis hoorde. En dat was een cd van mijn moeder, De Reiziger. En daar stonden een aantal liedjes op. En ik had geen idee waar het over ging. Ik bedoel, het was wel Nederlandstalig, dus het was mijn moeders taal. Maar verder dacht ik toen nog helemaal niet na over teksten. En als ik het nu terugluister, dan denk ik, waarom vond ik dat nou eigenlijk zo mooi? En ik denk dat het zo mooi, dat ik het toen zo mooi vind. En eigenlijk nog steeds wel, dat Rob heeft zo'n fijne, warme, innemende stem. En ik ben altijd echt wel een sucker geweest voor een stem die je meteen naar binnen zuigt. En dat mis ik af en toe bij de muziek die je nu hoort wel eens. Ik vond de stem van Martijn, die je net aan de lijn had, vond ik ook, zei ik ook al meteen, oh, een mooie stem, heel fijn. En ik vind zijn liedjes gewoon heel mooi.
En het is jammer dat hij afscheid heeft moeten nemen van de muziek. Ik denk dat hij echt heel veel betekend heeft voor de Nederlandstalige muziek. Ja. Dus daarom dit liedje. Ja, dan zitten we even niet op te letten. Ja, zaten in de muziek. Ja. Hij zal aflopen. Hij doet 5 minuten, maar... Ja. Nou ja, we hadden het erover. Een minuut intro en een minuut outro. Dus eigenlijk veel te lang voor op de radio. Maar dit zijn dan ook van die liedjes waarvan je eigenlijk op de bank moet liggen. Plaat opzetten. Ik heb trouwens de plaat gevonden vorig jaar van De Reiziger. Ik zag hem liggen en ik dacht, die moet ik hebben. Dus die hangt ook in een mooi hoesje bij mijn platenspeler. Maar hij duurt wat langer. Maar we zaten er wel in. Dus wat dat betreft heeft het wel zijn doel geraakt, zeg maar. Dus dat je zo in de muziek zit. Dat je niet eens door hebt van, we zijn er alweer. Ja, maar deze plaat die stond alleen op een album, volgens mij. Volgens mij is hij nooit uitgebracht als single. Nee, volgens mij ook niet, nee. En dat waren natuurlijk ook hele andere tijden. Hè? Want wanneer is dit uitgekomen? Ergens in de begin jaren 80, denk ik. Ik zou het echt niet weten. Nou, zoiets, denk ik. Het is in ieder geval een oud nummer. Ja, het is een heel oud liedje, ja. Niet in de tijd van Mallebabbe, zeg maar. Nee, maar ik ben zelf opgegroeid. Ik ben van 81 en ik heb zelf heel veel liedjes die ik mooi vind ook uit die tijd. En natuurlijk de jaren 90. Maar toen waren de keuzes die gemaakt werden in de muziek zo anders als dat het nu is. En ik hou ook wel heel erg van oudere muziek. En dit is dan een ouder liedje. Maar eigenlijk kan die nog steeds heel mooi in deze tijd, vind ik. Ja, dat is zeker. Ja. Ja. Dus zo. Daarom deze keus. Maar nu ga je zelf zingen. Oh, ja. Ja. Ja, dat gingen we ook nog doen. Ja. Ja, leuk. Zal ik wat erover vertellen? Start je hem gewoon in? Nou ja, vertel er eens maar even wat over. Ik heb 2 kinderen. Een dochter van 11 en een zoontje van 5. En toen wij nog met z'n drietjes waren, mijn man en onze dochter en mijzelf, waren wij perfect gelukkig en wij misten niks. En op een gegeven moment dacht ik toch, er kriebelt wat. Misschien gaan we toch nog kijken of we een tweede kindje erbij kunnen krijgen. En nou ja, toen was zijn zus toen 5. En daar zit er best wel een verschil tussen. Maar we hadden zoiets van, we gaan toch kijken of dat lukt. En wonderbaarlijk genoeg lukte dat heel fijn en heel makkelijk. En ons zoontje is nu 5. Dus het is al een ietsje ouder liedje voor mij. Maar mijn kinderen zijn zo'n inspiratiebron voor mij. En zij zien de wereld met zo'n pure blik. Zulke pure ogen. Dat is, dat is heel inspirerend. En ze hebben allebei hun eigen liedje. Hun slaapliedje. En dit is het slaapliedje van mijn zoontje. Die heb ik net voor de corona uitgebracht, volgens mij. Nou ja, en toen mochten we een hele tijd niks. Maar dit is een hele fijne voor mij om te zingen. En ik zing het elke avond nog steeds voor hem. En dan, daar worden wij allebei heel blij van. En ik hoop dat een hoop luisteraars hier ook de liefde in horen die ik in mijn nummers stop. Ik dacht, mijn leven is compleet zoals het is. Ik heb niks anders nodig, er is niets dat ik nog mis. Ze wordt dit jaar al 7 en steeds meer haar eigen ik. Wij drieën altijd samen, kan er niets meer zijn dan dit. Maar een vonk betekende einde en begin. Verlangen deed hoop leven. Hoe je lacht, hoe je huilt, hoe je in mijn armen schuilt. Hoe je kijkt en hoe je lijkt op jou, zo dierbaar is voor mij. Hoe je zonder iets te zeggen, met één blik je plaats inneemt. En mijn hart werd 10 keer groter op de dag.
dat jij verscheen. Een vroege morgen bij het ontwaken van de zon kon jij niet langer wachten tot ons hoofdstuk echt begon. Je opende je ogen en ik hield je handje vast. Beloofde je heel plechtig, voor jou draag ik elke last. Gezegend met wat is gegeven. Zit ik naast je in de nacht, had dit wonder niet meer verwacht. Maar wanneer je naar me lacht, lacht de wereld mee. Hoe je lacht, hoe je huilt, hoe je in mijn armen schuilt. Hoe je kijkt en hoe je lijkt op jou, zo dierbaar is voor mij. Hoe je lacht, hoe je huilt, hoe je in mijn armen schuilt. Hoe je kijkt en hoe je lijkt op wie al zo dierbaar is voor mij. Hoe je zonder iets te zeggen met één blikje plaats inneemt. En mijn hart werd 10 keer groter op de dag dat jij verscheen. Oh, er is in één keer een heel publiek aangeschoven. Ja, wat ja, leuk. Ja. live gezongen. Dank u. Handtekeningen allemaal straks, jongens. Nou, ik maak nog even een buiging. Nou, dank u. Ze gaan nog even door. Ze vinden het mooi. Wat fijn. Ja, ze zijn... Wat fijn ook dat je hem tot de laatste noot liet uitgaan. Dat waardeer ik. Dank je wel. Ja. Even kijken. Ja, we hebben nog... Wat gaan we nog doen? We hebben nog 19 minuten. Ja. Oh, ik heb genoeg te vertellen, hoor. Nou, vertel. Vertel. Ja. Nou ja, mij wordt wel vaak gevraagd van waar schrijf je nou het liefste over? Ik schrijf het liefst over onderwerpen die mijzelf raken. En dat is dus niet de makkelijkste weg. Ik zing niet zo snel over de liefde. Hoewel ik overigens volgend jaar wel met een liefdesliedje uitkom. Maar ik schrijf altijd liever over... onderwerpen dat als ik erover zing, dat mensen erover na gaan denken. En daarom ook op 10 december met Wereldlichtjesdag... mijn single en het kinderboekje, het prentenboekje Kleine Zonnestraal. Wat dus gaat over een zonnestraaltje die vanuit een wolkje boven in de lucht neerkeek... en een man en een vrouw zag en daar heel graag bij wilde zijn. En van de zon eigenlijk de zegen kreeg om naar dat gezin te gaan. En toen het zonnestraaltje beneden was bij het gezin... merkte dat de zon niet meer zo warm kon stralen als voorheen... omdat zij niet meer bij de zon was. En dus besloot om terug te gaan naar de zon... maar dan wel nog steeds de warmte te stralen over dat gezin. Dus echt een stuk verlies. En dat is niet het makkelijkste onderwerp om over te zingen... of om iets over uit te geven. En het jammere van dat soort onderwerpen is dat heel vaak mensen dan zeggen... oh ja, maar daar worden mensen niet heel blij van. Maar, en dat probeerde ik zojuist ook eerder al een beetje uit te leggen... het leven is niet alleen maar hele fijne dingen. Het leven is ook verdriet hebben en verdriet toelaten. En we vinden altijd maar dat, kom op, trek jezelf weer op en... Maar zo werkt het leven niet. Er kan geen vreugde zijn zonder verdriet. Het moet allebei er mogen zijn, vind ik. En dus zing ik over verschillende onderwerpen. En ik denk dat er heel veel mensen denken dat ze uniek zijn... of dat ze alleen staan in hun verhaal. Welke kant dat ook is, maar... Je bent niet alleen. En dat is iets wat ik altijd heel graag wil uitdragen met alles wat ik doe. Ook in mijn muziek. Zo direct ga ik dan de single en het boekje uitgeven. Dat doe ik allemaal in eigen beheer overigens.
Ik zorg zelf dat een hele hoop dingen erom worden geregeld. Ik heb wel een aantal mensen die me daar echt heel fijn bij helpen. Maar ik financier het ook allemaal zelf. En dat doe ik omdat ik erin geloof. En omdat ik echt vind dat zulke verhalen ook het waard zijn om gedeeld te worden. Dat is ook een van de redenen dat ik een samenwerking heb met het Ronald McDonald Huis, het kinderfonds in Rotterdam. In specifiek omdat ik daar zelf ook uit de buurt kom. En een deel van dat boekje gaat dus ook naar het Ronald McDonald Huis. En zo doe ik nog meer dingen voor hun. Maar ik vind het dus heel belangrijk dat mensen weten, ook in de muziek, op elk vlak, we zijn eigenlijk met z'n allen verbonden. En muziek is een mooie, kan een mooie verbinding daarin zijn. En ik hoop heel erg dat wat ik vandaag een beetje heb laten horen, dat er zoveel meer lagen zijn. En dat wat je ziet bij iemand, dat altijd maar één laag is of twee. En als je geluk hebt, dan zie je wat meer lagen. En ik hoop dat ik met mijn muziek een beetje mijn laagjes afpel en laat zien wie ik ben. En dat mensen dat de moeite waard te vinden om voorbij te kijken van, is het commercieel of niet? Wordt het gedraaid op de grote landelijke stations? Maakt mij niet zoveel uit, want ik wil eigenlijk gewoon dat er zoveel mogelijk mensen zich verbonden voelen en weten dat je niet alleen staat. En ik hoop dat de mensen die vandaag luisteren dat ook een beetje meekrijgen en dat als ze mij opzoeken en naar mijn andere liedjes luisteren, dat ze dat ook horen. Dat hoop ik heel erg. En dat ze zich dan gesterkt voelen in welk verhaal ze op dat moment dan ook zitten. Dus ja. Nou, ik heb nog één verzoeknummer van jou hier. Ja. Die is van Paul de Leeuw. Oh ja, dat is wel weer heel erg in contrast met wat ik net allemaal verteld heb. Maar dat is gewoon eentje waar ik dus heel blij van word. Gewoon lekker geinig. Ja. Het is dat. Ja, ik sta hier gewoon een beetje Barry Manilow ga ik zingen. Ik ga dames, mensen thuis, ik vooral de dames thuis, ik ga Barry Manilow zingen. Barry is voor mij een geweldige idool. Ik ben helemaal echt, ik slip helemaal weg als ik Barry Manilow hoor. Ik heb een keer gebeld en toen was hij niet, maar ik hoorde heel veel mensen die Barry Manilow. Hey, Arnie, moeten 60 muzikanten naar dit terminale gedoe luisteren. Ja, wacht toch op Tony Eijk. Tony gaat me toch begeleiden. Ja? Nee, Tony, ik heb maagkrampen gisteravond opgelopen tijdens de Connie Fink Valière Tour. Dus ik ga dirigeren. Jij, dat jij kan het helemaal niet. Waarom niet? Nou, dat kan je gewoon niet. Oh nee, 1, 2, 3, daar gaan we! Idee! Moet ik nou niet jouw dirigent? Hou dan je mel, wij gewoon zingen! Ja! Ja! Ga wel gepiet, Noord, een beetje harder toeteren! Maar luister, ik ben toch een heel... Oké, 5, zingen! Het was op Copa. Copa, Copa, want ik had geen zin in eenzaam zijn, dus ik ging naar de Albert Heijn. Noem zichzelf. Ik zag een slaakhop die daar te koop stond, maar toen schrok ik me toch een bubs. Er zat een kleine groene rups. Ik was meteen verkocht, ik was meteen verknocht. En ik zag aan zijn lieve oogjes dat hij mij ook mocht. Ja, daar gaan we! Pas op Copa, 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 Frans. Crescendo allemaal. Toen ik een rups in de slaap vond. Bedien Stemberg zag hij. Pas op Copa, 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 Frans. Yes. Ik nam hem naar huis en hij voelde zich thuis op mijn sofa. Copa, Frans. Jongens, het gaat lekker. Het is jammer dat zij er doorheen zingt. Maar het gaat heel erg lekker. Bob zei wat zachter kunnen praten. Bob en zing, ja! Ik gaf hem cola en wat salada. Het was toch zo sociale rups. Hij ging echt mee naar al mijn clubs en naar de sauna. Maar visie maar wel af, ja. Hij werd mijn maffia. Ik had nog nooit zo'n vriend gehad. En iedereen moet nog eens wat. Dus ging die mee naar bed. Ja, we hadden samen pret. Badetto. En soms werd dat kleine groene glibbertje haast door mij geplet. Allemaal gestapeld. Ja, Copa, Copa, Copa. En gaat goed zo, jongens. Toen ik een rups in de slaap van schotterik. Op Copa, Copa, Copa. Maar wat werd hij toen lang? Het was geen rups, maar een slang. Hij werd een cobra. Ah! Het was te laat. Dan weer crescendo naar meneer Piet Noordijk zitten. Je hebt je solo gehad. Zo, gaat lekker. Nee, moet ik nu? Ja, hij is een cobra. Tot mijn frustratie. Ik was echt vreselijk ontzet. Met die gifspuit in mijn bed. Want een cobra ziet zo'n relatie met hele andere ogen aan. Nee, hij nam het er maar van. Hij was niet teder meer. Hij deed me telkens zeer.
Hij keelde me als hij me streelde, maar nu doet hij niets meer. Wat op Copa, Copacabra vond. De rap die ik vroeger zo braaf vond. Bob, hou eens op, ik heb de Copa, Copa afgeslagen. Zijn hartstocht en passie verwerkt in dit tasje. Arme Cobra kreeg te veel praat. Zeg Arnie, zou je wat minder kunnen spugen, want die hele koopsex zit onder jouw schuim. Geen gezicht. Nou, dat kan, moet dat. Ja, maar ik kan het hebben. Ik zing uit mijn hart. Ja, je kunt beter uit de mond zingen. Ik zing gewoon uit mijn hart. Ja. En er komt dan wat spuug vrij. Ben je klaar? We gaan weer beginnen zo meteen, mensen. Zo meteen komt alarmbaas. Drie die weer in. Ze heet Arnie de Rooi. Zo, we gaan nooit door. Bob, wanneer moet ik weer? Ja, Bob, wanneer moet ik weer? Ja, ja, ja. Pas op, koop. Dat nu niet. Houd als je melk erin dat ik aan het bezig ben. Dan gaan we zo. Ja, de avond. Ja, pas op, koop. Copa, Copa, want ooit nog een rups bij mij aankomt. Denk ik, hola, ben jij geen cobra? Want ik waarschuw je thuis, neem nooit een cobra in huis op een Copa. Ja. Copa van plaats. Nou, het was lekker, Arnie. Ga jij pas je brommen starten? Moet ik weg, voordat jij weer thuis bent? Bedankt, jongens. Heb ik al gezegd om opgehouden? Oké, doorgaan. Lekker crescendo. Via je bek is even lekker. Pap, ja, gelukkig. Zo, poppers, ik was het dan. Pomp, pomp, de Valium, onze eigen zelfgeproduceerde cd door mijn vrouw. Wiens naam mij even ontschoten is. Doorgaan, ja. En natuurlijk alle mensen die aan meegewerkt hebben. Natuurlijk de meisjes van de buffet die al monokini de kaas en vlees hebben rondgebracht. Op zich heel erg leuk. En natuurlijk alle mensen die ik vergeten ben. En dat zijn natuurlijk heel veel. Pop Up the Valley was een Prom & Park production. En ik hoop dat u heel veel plezier aan hebt geleefd. Ik geef nog even het nummer van de Stichting Correlatie door. 035-716-4666. En ik zou zelf zeggen, hebt u een prettige tijd en bent een suicidaal? Hangt u zelf niet te strak. Ja! Je kijkt me aan, ziet me staan, maar zie je wie ik ben? Wat is mijn verhaal? Toont mijn lach ware gedachten? Is het genoeg om door mijn masker heen te kijken, over sloten heen te springen, door barricades te slaan? En is het genoeg om een hand vast te pakken, mij te leiden naar het leven wat weer nieuw is ontstaan? Durf te gaan, durf te staan, voor wat je waard bent. Hand in hand, zij aan zij, je vindt geen onverschilligheid bij. Luister zacht op een uitgesleten weg. Wat is hun verhaal? Is dit begin of een einde? Is het te laat om het vuil weg te wassen, om de wonden te helen, want de tekens zijn daar? En is het te laat om een hand vast te pakken en te leiden naar zonder angst voor gevaar? Durf te gaan, durf te staan, voor wat je waard bent. Hand in hand, zij aan zij, je vindt geen onverschilligheid. Afkomst of kleur van je huid.
durf te staan voor wat je waard bent. Vertellen weer een nieuw verhaal. Hoe je dag vandaag is verlopen. En ik lees het uit je lichaamstaal. Weet je wel hoe mooi je bent? En dat zouden ze ontdekken als die kans maar werd erkend. Weet je wel? Hoe jij de schaduw kan verdrijven. Met geen woord kan ik beschrijven hoe trots ik op je ben. Om wie je bent. Je staart verdwaald in een leegte. Woorden raken al die tijd nog steeds zijn doel. Zouden ze de impact hiervan echt niet weten? Kan ik je beschermen voor dit gevoel? Alleen een zucht verraadt gedachten. Hoe kan het toch zo zijn dat jij zo anders lijkt dan zij? Herinner de dag niet goed meer dat je lachte. Denk je het zal beter zijn zo zonder mij? Weet je wel hoe mooi je bent? En dat zouden ze ontdekken als die kans maar werd erkend. Weet je wel hoe jij de schaduw kan verdrijven? Met geen woord kan ik beschrijven hoe trots ik op je ben. De lasten voor je dragen, haal je kracht maar uit mij. Verander voor geen mens, blijf mooi zoals je nu al bent. Er komt een eind aan je strijd. Weet je wel hoe mooi je bent? Ja, er waren weer twee platen van jou achter elkaar. Ja, wat fijn dat je dat wilde doen, Richard. Ja. Echt te gek. Ja, zal ik er nog even wat over vertellen? Ja, we hebben nog 3 minuten om vol te maken. Dus. Nou, dat lukt mij wel, hoor. en anders ga ik gewoon zo direct met jou verder, Lodewijk. Nee, grapje. Nee, de 2 liedjes die je net hoorde waren als eerste Onverschilligheid en daarna Weet je wel hoe mooi je bent. Nou ja, eigenlijk de 2 titels zeggen al best wel veel over wat ik net ook eerder vertelde. Dat ik juist altijd heel erg nadenk over wat ik naar buiten breng en dat het niet allemaal heel blij hoeft te zijn. Onverschilligheid gaat eigenlijk over dat ik juist altijd heel erg bewust ben van mijn omgeving. En dat ik altijd heel erg het belangrijk vind dat iedereen het goed heeft. En dat kan niet altijd. En dat weet ik ook wel. Dat is
ook niet het doel, maar het stukje laten zien, ik ben er voor je. En dan heb ik soms natuurlijk ook wel mijn eigen ding, waarvan ik hoop dat mensen dat dan ook zien. En dat is onverschilligheid. En dat je ook wat meer stil kan staan bij een ander, in plaats van dat we in deze maatschappij af en toe heel erg met oogkleppen oplopen en op ons eigen eilandje zitten wat betreft gevoel. Dus dat af en toe wel gewoon heel goed is om daaruit te breken en te zien wat er om je heen gebeurt. En Weet je wel hoe mooi je bent, is een single naar aanleiding van een verhaal van een moeder die vertelde dat haar zoon dusdanig op school gepest werd dat hij elke avond of elke middag huilend thuis kwam. En dan had hij weer blauwe plekken en school deed daar helemaal niks aan. Of in ieder geval niet voldoende of niet adequaat genoeg. En toen op een gegeven moment kwam hij thuis en toen had hij net een nieuwe jas gekregen met een hele mooie bontkraag en die hadden ze in de fik gestoken. En hij kwam huilend thuis en hij zei, waarom ben ik hier nog als niemand mij wil hebben? En toen had zij tegen hem gezegd, ze weten gewoon niet wat ze missen. En ze kunnen niet, ze hebben een bepaalde oogkleppen op. En want weet jij niet hoe mooi je bent? Ik zou het je wel elke dag willen zeggen, maar je moet het uiteindelijk zelf gaan geloven. En dat raakte mij zo diep, dat verhaal. Ik ben zelf als kind vroeger ook gepest. Niet in dusdanige mate, maar wel genoeg gepest dat ik op een gegeven moment ook zoiets had van, nou ben ik er klaar mee. Toen ben ik voor mezelf opgekomen. En ik vond dat dit verhaal ook verteld moest worden. Want er zijn te veel mensen die gepest worden. En nog steeds. Dus ja. Daarom. Ja, we gaan afsluiten. We gaan naar het nieuws en de reclame van 4 uur. En zometeen Lodewijk met zijn programma. Oh, mag ik nog heel snel wat zeggen? ElisaMusic.nl. Goedemiddag.